Vandaag gaan we een buurtborrel een boost geven. We zijn nieuw in de buurt, dus we willen een beetje goede indruk maken. Ah, de nieuwkomers. Net als deze, wereldse gerechten in een borrelformaat. Zoals de risotto bites. Je wilt een echte Italiaanse risotto in een heerlijk krokant jasje. En zo met de culinaire fryer. Risotto bites? Zo, dat borrelt een partijtje lekker. Wereldse borrelbites. Lekker zonder vlees.